Heren, u arriveert hier in de bibliotheek met wat precies? Met een WC-pot uit de vliegtuig, Engelse bomwerper. Een pot uit een vliegtuig? Ja. Ja. En hoe komt u eraan? Ja, met in de oorlog, in het land, is neergestort bij ons. En waar precies? Achter de boerderij. Hoe bijzonder is dit? Ja, fantastisch. Het is echt uit een bomwerper wat meneer al aangaf. En het mooie is dat hij nog helemaal gaaf is. Want zo'n vliegtuig stort neer. Spat uit elkaar. Spat uit elkaar. En dan blijft het wc blijft nog goed. Nou, dat is toch fantastisch. Bij het begin van de tweede week van onze tour de Overijssel met het WO2 Café zijn we terechtgekomen op misschien wel een van de meest indrukwekkende plaatsen van onze provincie. De Halton Canadian War Cemetery, de Canadese begraafplaats in Holten. Hier liggen 1394 soldaten begraven. Mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Heel bijzonder. Het zijn verhalen die ongetwijfeld terugkomen in ons WO2 Café. Even verderop in het centrum van Holten. Het voelt heel lekker. Echt bevrijdingsfeest. Dit kleine radertje heeft mijn vader gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Die was standaard. Die was nogal handig. En met onderdelen die hij overal vandaan haalde, hebben ze dit in elkaar gezet. Ja. Waar gebruikte hij dat voor? Ontvangen om Radio Londen te kunnen of Radio Oranje te kunnen ontvangen. Ja. Daar maakte hij gretig gebruik van? Ja, er werd gretig door de familie gebruik van gemaakt. Ja. Okay. En dan ging de deksel er weer op en niemand die in de gaten had dat dit een radiootje was? Precies, die werd er in de kast gezet, opgeborgen. En dan als ze weer gingen luisteren, dan kwam het weer tevoorschijn. Ja. Een slimme vader? Ja, blijkbaar. Bent u ook zo slim? Ja, ook. Ik heb hetzelfde beroep, dus... Okay. Standaard? Ja. Nou, het is een flink gewicht en het maakt ook lawaai op deze tafel. Mevrouw Hoekman, u heeft iets meegebracht naar ons café, WO2 Café. Wat is dit precies? Het is een huls waar onze boerderij mee in brand geschoten is. De huls van die kogel eigenlijk dan, ja. Dat klinkt heel heftig. Ja, dat was ook. Het was wel een heftige dag. Ja. We hebben het dan over 1945, de laatste fase van de oorlog. Ja. Kunt u dat nog terughalen, hoe dat allemaal gebeurde toen? Ja, we hadden al die dagen, zouden de Canadezen al komen. Dat werd toch doorgegeven, maar er was geen radio of niks. Dus dat hoorde je toch wel. Nou ja, en toen zouden ze komen, het duurde zo lang. En toen bij de Wippers bij de oponthoud gehad. En toen zijn de hoop van die Canadezen verongelukt ook. En toen in het laatste toen dachten ze dat er allemaal Duitsers zaten. En nou ja, toen hebben ze die boerderij gewoon in brand geschoten. Ze dachten dat er Duitsers zaten. Ja. Het was gewoon één keer vuurzee. Het WO2 Café is een ontmoetingsplek voor verhalen en voorwerpen over de oorlog. Hier kunnen mensen komen om herinneringen, bijzondere voorwerpen over de oorlog te delen. We willen richting het Lustrum, 75 jaar vrijheid, volgend jaar willen we toch nog eens in bijzondere aandacht vragen voor al die verhalen over de oorlog die nog onder de mensen leven. Hardenberg en de Vecht. Het is een onlosmakelijke twee-eenheid. Net zoals dit monument bij Hardenberg hoort. Waarin de slachtoffers van de concentratiekampen, de Japanse concentratiekampen, worden herdacht. Wij hopen op veel bijzondere verhalen vandaag in ons WO2 Café in Hardenberg. U heeft een heel bijzonder iets meegenomen. Ewout van der Horst van het... Historisch Centrum Overijssel laat dat zien. Het is een sjaal. Wat is het precies voor sjaal? Dat is de sjaal die mijn vader om had toen hij gefusilleerd is. Vanuit de gevangenis had hij dus gewoon de kleding aan en had hij de sjaal om. En ze waren met 46 mensen in die groep mensen. Die zijn in drie groepen verdeeld. En die zijn per groep zijn ze op stand gefusilleerd. Ja, want het... Of mijn vader bij de eerste groep was of de derde. Soms dan hoop je dat hij bij de eerste geweest is. Het lijkt me tenminste vreselijk als je weet wat er gebeurt. En je moet nog een tijdje wachten. Maar die sjaal die had hij om. En op die sjaal kun je ook zien de kogelgaten die daarin zitten. Ze hebben allemaal een nekschot gehad. Dus die kogels zijn dwars door die sjaal.
En die sjaal die is later opgegraven weer uit het massagraf waar mijn vader ook lag. En die heeft mijn moeder later helemaal weer schoongemaakt en gedesinfecteerd. Ik moet zeggen, die sjaal die heb ik zelf eigenlijk nauwelijks kunnen of willen bekijken, want er roept bij mij heel veel emotie op. De laatste dagen heeft u de sjaal wel gezien. Uw vrouw heeft hem speciaal klaargezet feitelijk. Maar dit grijpt diep in, hè? Ja. Ja, dit is echt heel ingrijpend dat je weet dat je vader met deze sjaal om dat nekschot gehad heeft. En dat is op deze manier zelfs zo heel zichtbaar. Ja, dat in elk geval bij mij roept het emotie op. Heel begrijpelijk, meneer Drietstap. Ik ga even naar Ewout. Ewout van der Horst van het Historisch Centrum Overijssel. Dit verhaal hebben we zojuist gehoord. Ja, ik krijg er kippenvel van. Dat is bij jullie hetzelfde, denk ik. Heel aangrijpend zoiets natuurlijk. En er zijn ook niet veel mensen die dit op zo'n manier met zich meedragen. En notabene een sjaal die je eigen vader heeft gedragen. Want laten we wel wezen, dit was in de oorlog zijn meerdere executies hebben natuurlijk plaatsgevonden. Maar zo heel veel mensen hebben er niet in het verzet gezeten. En dit is ook een toonbeeld van wat dat echt de moed natuurlijk. Mensen die het lef hadden om wel in verzet te komen tegen de nazi's. Wat vind je ervan dat een meneer nu de moed heeft om met deze sjaal naar ons café te komen? Nou, ik vind dat vind ik ook dapper. Want zoals meneer Trietstap zelf ook zegt, het is ook een soort van getuigenis van iets wat 75 jaar geleden heeft plaatsgevonden. En waarvan we met z'n allen hopen dat de nieuwe generaties dat niet meer hoeven mee te maken. Ik zie in het dagboek van mijn moeder de noodkreet van Dirk, waar blijf je? Ik kan je niet missen. Dat vind ik zo intens dat ik denk van jongens, ook dat moet beseft worden. Ook voor de gezinnen van nu, hoe wreed een oorlog in kan grijpen op het gezin. Voor de poort van Moskou stond de mof op wacht. Zijn oren waren bevroren, zijn tenen waren zacht. Ja, dat zijn toch indrukwekkende tijden geweest, hè? Dat in je geheugen is blijven zitten. Ja. En ik heb het verlevensverhaal, inclusief de oorlogsverhaal, ook wel op papier gezet in de computer voor de kinderen, om later dat nog eens te horen wat vader en moeder meegemaakt hebben. Heeft u nog een liedje? Eens even denken. Ik hoor het kraken. O kleine schildersjongen, waarom ben je toch begonnen met al je mitrailleurs en bommen? Kun je lekker niet in Engeland komen? De Zwolse wijk Wipstrik. Zomaar een straat, zomaar een pleintje, maar niet zomaar een verhaal. Hier achter mij in het huis op nummer 18 werden 14 Joodse onderduikers gehuisvest in de Tweede Wereldoorlog. Een heel bijzonder verhaal van de familie Noordhoff. Meneer en mevrouw Noordhoff die onderdak boden aan deze onderduikers. Zij zijn daarvoor postuum onderscheiden met de Yad Vashem. Heel bijzonder. Naar dit soort verhalen en veel meer zijn we op zoek in het Zwolse vandaag. De Biep is onze plek. Mijn opa vertelde dat hij zo dwars op dat water was gaan liggen. En dat ze waren er nog maar net mee klaar. En toen sprongen kwamen de patrouilles uit de buurt van de Wipstrik Allee opzetten. En de Canadezen sprongen aan de ene kant aan boord. En hij heeft ook geholpen met ze op te vangen dat ze hun evenwicht niet verloren. Omdat ze hadden bepakking bij zich. En hij zei van, want hij werd emotioneel toen hij dat vertelde. En ik kreeg tranen in de ogen en toen zei hij, ja wel, ik was zo blij. Ik zei maar steeds tegen hen, jongens, wat ben ik toch blij dat jullie er eindelijk bent. En dan vroeg ik van, nou zeiden ze nog wat terug. Ja natuurlijk, zei hij, maar ik kon ze niet verstaan. En dan liepen ze helemaal over het schip en aan de andere kant sprongen ze weer aan de wal. Dat hele verhaal, de rol van dit schip bij de bevrijding. Ik kan me voorstellen dat dat bij u ook uw hart sneller doet kloppen.
ja, toen de tijd vond ik het een mooi verhaal en nam ik het voor kennisgeving aan. Maar toen ik dus dit zo las en dit zo die foto zag, toen denk ik van... En hier de schrijver van dit boekje die zegt van... Ja, de Canadezen hadden daar een noodbrug gelegd. Maar ja, daar is geen noodbrug gekomen. Er is geen noodbrug gekomen. He, denk, dan is dit onbekend. Dan moet het toch maar een keer verteld worden, dacht ik. Nou, mijn vader is in 1994 overleden en hij heeft nooit iets hiervan verteld. Alleen toen in 2009 mijn moeder overleed, kwam dit tevoorschijn uit trommeltjes, kastjes. En vanaf dat moment hebben wij dit verhaal een beetje bij elkaar geschraapt. Ja, dit verhaal zegt u, ja, vertel eens, wat is er met hem gebeurd in de oorlog? Hij werkte in Genemuiden en Genemuiden kreeg het verzoek van de Duitsers om 100 mannen te leveren om ingezet te worden. En hij woonde toen in Hasselt en hij heeft toen geprobeerd om daar onderuit te komen. Ik weet niet door wie, maar hij is dus verraden. Hij is opgepakt door de Zwolse, hij is toen naar de Zwolse politiebureau gebracht. Daarna naar kamp Eerde gegaan bij Ommen. En van daaruit is hij dus op transport gezet naar kamp Amersfoort. Ja, u maakt nu het briefmateriaal, het geschreven materiaal open. Ja, dit is heel klein en moeilijk leesbaar ook. Ja, ja, dit is origineel en ik ben hier dus een hele poos mee bezig geweest. Want ik heb dit allemaal vertaald in Word-documenten. Want anders ben je uren bezig om dit te lezen. Maar ik vind het ontcijferen. Ik moest het ontcijferen, maar ik vind het heel boeiend. Paul Hamers van het HCO, het Historisch Centrum Overijssel. Ja, als we dit verhaal, arbeidseinsatz, kamp Amersfoort, ja, dit is tragisch, hè? Nou, dit, als ik ernaar kijk, dan kijk ik echt kippenvel. En ik ben wel redelijk veel gewend. Maar de brieven uit kamp Amersfoort werden natuurlijk de uitenten naar gecensureerd. Stond daar iets in wat belastend was voor kamp Amersfoort? Ja, dan kwam je gewoon niet terug. Dat is een plek waar je absoluut niet wilde wezen, kamp Amersfoort. Ik heb heel veel mensen horen praten van, dit is de poort naar de hel. Dat is ook echt waar. En wat meneer dus net vertelde over het kamp in Eerde, dat is eigenlijk kamp Erika in Ommen. Een van de kampen die op Overijssel grondgebied bestaat. Waar natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd zijn, waar natuurlijk mensen onder leren. Ja, als u dit hoort, meneer Kijk in de Vechten, ja, een plek waar je absoluut niet wilde zijn. Ik kan me voorstellen dat dat u raakt. Ja, absoluut. Het feit dat hij er nooit over wilde vertellen, dat zegt al genoeg hoe hij verder geleefd heeft. Ik bedoel, altijd met een enorme last. Maar waarschijnlijk niet gekund. Ik denk dat het ook een generatie is die natuurlijk na de oorlog terugkwamen. En er werd niet gevraagd, want er moest wederop gebouwd worden. De mensen kregen vaak een gezin. Ze konden en op latere leeftijd vaak. Maar ik denk dat in heel veel gevallen mensen ook eerder overleden zijn doordat ze dit meegemaakt hebben. Het Rijkswerkkamp Twilhaar werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers ingezet als Joods werkkamp. Joodse mensen, Joodse mannen uit Brabant, uit Amsterdam en uit Groningen werden hier te werk gesteld. Niet wetend welk lot hen boven het hoofd hing. Want hierna volgde Westerbork en daarna Auschwitz of een ander vernietigingskamp. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog komt hier volop tot leven. Net als bij de verhalen die we horen in ons WO2-café. Vandaag zijn we in de Biep in Nijverdal. Ik heb meegenomen een kwastje wat ik al 74 jaar gebruik. Wat ik van de Canadese militairen gekocht heb. Eerste paasdag, 's middags. Ja, een kwastje zegt u, maar het lijkt bijna niet meer op een kwastje. Dan was er in mijn sukkellange haar, maar als ik die gebruik en in zo, dan kriebelt het al in de oren. Dan heb ik hem al meteen in het begin al halfweg afgeknipt. Okay, dit is helemaal versleten eigenlijk. Ja, dus nou een sleet. Maar ik gebruik hem nog altijd. Hoeft niet, want je kunt ook zo. Hoe voelde dat toen u uw oorlogsbaard feitelijk af kon scheren? Ja, dat was echt... Het voelde bevrijd? Ja, het was echt bevrijd. En ik hoefde niet meer bij mijn broers en met mijn vader aan het spul te zitten. Ik had zelf spul nou. Mevrouw, ik zie een heel klein meisje met een prachtig jurkje aan. Ik kijk naar u. Ik zie geen gelijkenis. Maar u bent dit wel. Ik ben het echt, ja. Ja. Wat is dit precies voor foto? Is van de bevrijding van Hellendoorn in 1945 dan, hè? April.
Maar wat staat het niet? April? Ja, april 1945, 10 april. Ja, maar... En daar hoort dat oranje jurkje bij natuurlijk, want dat heeft u aan. Ja, ja, en het is altijd bewaard gebleven. Oh, geweldig. Kunt u het eens even laten zien? Wat is dit is het mutsje? Dat is je muts? Ja, maar dat... Ja, kun je dat... Oh, hier kun je dat wel zien, hè? Want die niet zo goed. Past die nog? Doet u eens een poging? Nou, ik breng het maar niet aan. Heel voorzichtig. Kijk eens. Even kijken of dat nog gaat lukken. Ja. Mooi, hè? Hoe rustig en lieflijk ligt de Okselhof erbij, hier even ten zuiden van Deventer. En hoe anders was dat enkele uren voor de bevrijding in 1945. Toen vermoordden de Duitsers hier 10 Nederlandse verzetstrijders. Ze werden gemarteld, ze werden doodgeschoten en sommigen werden zelfs levend begraven. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Deventer, waar we vandaag te gast zijn met ons WO2-café in de grote nieuwe bibliotheek. U heeft iets bijzonders op uw kleding gespeld, een bijzonder kruis. Wat is het precies? Dat is het mobilisatieoorlogskruis. Ik ben er wel trots op, ja, vandaar dat ik het vandaag meegenomen heb. Ik dacht, dat is eindelijk de mensen die er misschien belangstelling voor hebben. Hebben wij zeker. Ja. Deze vlag die is door de Canadezen bout gemaakt tijdens de bevrijding van Deventer. En wat je vaak ziet is dat die Canadese militairen namen dit als een soort trofee mee en namen ze mee terug naar Canada. Wij weten dat de foto is gemaakt in september 1942. Het was een eigenlijk Joods nieuwjaar. En dat komt omdat de kinderen een beetje zomerse kleding aan hebben. Eén meisje zijn we achtergekomen dat zij als enige de oorlog heeft overleefd. Ze hebben allemaal uitgezocht wie al de kinderen waren. Het meisje in het witte jurkje in het midden. Ja. Is wel heel frappant, hè, dat zij op die manier midden op die foto zit. Ja, een soort engeltje. Ja. Ja. Heel bijzonder. Zij zegt, ik ben ongeveer een week, 2 weken nadat deze foto genomen is, ondergedoken. Want dit meisje is uitgegroeid tot een volwaardige vrouw, is uitgegroeid tot een oma en recent overleden? Ja. Waar komt deze foto vandaan? Nou, wat heel bijzonder is, het is achter een schilderijenlijstje gevonden. Dus je ziet, dit was de achterkant. Dus dit was zeg maar in de schilderij. Een soort verstopt. Verstopt, ja. En iemand die dit lijstje had, die ging naar een verzorgingshuis. Dat is een niet-Joods iemand. En die dochter die haalde die lijstjes tevoorschijn, want die lijstjes konden ze nog gebruiken. En toen zagen ze deze foto in één keer erachter zitten. De waarde van zo'n foto, ja, het verhaal is natuurlijk tekenend. Maar hier moet je heel zuinig op zijn. Ja, zeker. Want meneer ook al aangaf, het verhaal erachter is zo indrukwekkend. En ook dit verhaal moet gewoon doorgegeven worden naar de volgende generaties. Om ook te laten zien hoe kwetsbaar vrijheid eigenlijk is. MUZIEK